Hey Rob. Hey Geert. Welkom jongen. Leuk. Welkom, kom verder. Het is een heel ander stadion, Geert. Het is een heel ander stadion. Oh. Een honderden jaar oud stadion is dit. Voel je hier ook thuis? Ik voel mij hier wel thuis, ja. Oh ja? Hartje Groningen? Ja. Ja. De plek. Als je hier niet thuis voelt, weet ik het ook niet meer als Groningen. Hè? Score. Prachtig score. Schitterend, hè? Ja, heel mooi. Indrukwekkend mooi. Hier heb ik altijd willen staan om muziek te maken. Ja, je hebt de jas aan van FC Groningen. Hè? Jij bent bijna Mr. FC Groningen. Oh, dat is Jan van Dijk, hoor. Mr. FC Groningen. Ja, dat ben ik niet. Nee, ja. Ik zit al wel heel lang bij de club. Ik ben in 98, ik ben in 98 begonnen bij de club. En dat is een hele tijd, ja. Ja, in de commercie. Ja. En ik moet je zeggen, toen ik hoorde dat jij dit soort, dat jij componeert, toen dacht ik, hè? Nee, dat klopt. Ik heb een conservatoriumopleiding. Hè. Hiernaast zit het Feithuis. En dat was vroeger het conservatorium. En daar heb ik 5 jaar gezeten. En een van de vakken die ik deed was theorie. En ook dirigent. Directie heet dat dan. En, maar ja, mijn leven liep anders. Toen ik van het conservatorium afkwam, ben ik andere dingen gaan doen. Ik vraag niet waarom, maar soms loopt het anders in je leven, Rob. Hoef ik jou niet te vertellen. Dan gaan dingen anders. Het is geen bewuste keuze geweest om niet in de muziek nee, te gaan. Nee, dat liep anders. Ik moest in militaire dienst en daar begon het al mee. Nou, toen raakte ik wat uit de muziek en toen ben ik andere dingen gaan doen. En, ik ben ook een Groningen supporter. In hart en nieren. Dus dat leek me ook geweldig om bij de club wat te gaan doen. Ja, zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Maar toch heb jij nooit dat muzikale deel in jou Losgelaten. Nee, ik ben muziek gaan schrijven door de jaren heen. Dat heb ik altijd al gedaan. Alleen ik deed daar nooit wat mee. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil toch eens een van de dingen die ik geschreven heb. Dat was een groot kerstoratorium. Dat is eigenlijk het grootste werk wat ik ooit geschreven heb. Dan zit je gewoon ook wel een jaar achter de schrijftafel. Dat heb ik geschreven voor muziekvereniging De Bezuin in Winsen. Daar woon ik in Winsen. En die hebben het ook 4 keer uitgevoerd. Met een amateurorkest in koor. Hè? En dat was fantastisch mooi hoor. Laat ik daar even voorop stellen. Maar toch dacht ik wil het nog een niveautje hoger tillen. Toch eens in de Medinikerk, wat altijd mijn droom was. En dus naast mijn werk bij FC Groningen, waar ik gewoon ook dag en nacht voor werk, heb ik dat er nog bij gedaan eigenlijk. En dat was een hele klus. In 2012 hebben we het hier 2 keer uitgevoerd voor een volle kerk. En er waren per avond 1100 mensen. En dat is veel, kan ik je zeggen. En de tweede keer dat ik het gedaan heb, dat was in 2014. En dat was ook de laatste keer. Maar ik kan je gelijk nog iets uit de doeken doen. Ik ga het weer doen. In 2020, 18 december, ga ik het weer uitvoeren. Hier in de Martinikerk. Echt waar? Ja, ik ga het weer doen. Ja. En weer volle bak, waarschijnlijk. Ja, de aanleiding is dat heel veel mensen ook tegen je zeggen, goh, het was zo leuk, doe het nog eens een keer. Ik zag enorm tegen de organisatie op, maar als mensen het maar vaak genoeg tegen je zeggen, dan begint het toch heel erg te kriebelen erop. Dus ik ga het weer doen. Toen ik dat concert de eerste keer deed, jongen, en je staat op dat podium daar, je hebt al die mensen achter je in de kerk. En het allermooiste moment van het concert, dat is het begin. Dat is als je iedereen zit te wachten op wat er gaat gebeuren. Je hebt een groot koor, je hebt 120 mensen op het podium, koor en orkest. En dan komt het, dan is het moment dat het gaat beginnen en dan wordt het helemaal stil. En dan zijn met de muzici erbij zitten er 1200 mensen. En dan is het helemaal stil, helemaal stil. En dan, dat moment heb jij in de vingers, hè. En dan beginnen we. En dan, die spanning die dan ontstaat. Het is als een schilder die op een wit doek de eerste streek zet. Dat doek is eerst helemaal wit, is helemaal rein. En dat is met muziek ook zo. De reinheid zit hem in de stilte. En zo'n kerk heeft dat. Die heeft die reinheid, heeft die puurheid. Dat is prachtig. Dat kan ik je niet beschrijven. Moet je meemaken. Dat is heel mooi. Heel mooi om te doen. Ja, en dit is dan de plek, Geert. Ja, je hoort ook mensen praten, er wordt orgelles gegeven. Even het orgel, moet je eens even kijken. Een beauty, jongen. Het is een schoonheid, moet je even kijken. Ach. Voor in de kerk daar, dat is het podium. Daar zit koor en orkest, er wordt een podium gebouwd, het wordt prachtig mooi uitgelicht. Het hele project kost 80.000 euro, hè? 1 avond. Hè?
80.000 euro. Want ik heb wel beroepsmuzici. Ik heb een goed koor, goede solisten. Het is fantastisch mooi. Je moet ook repeteren. Je moet ook de kerk huren. Maar ook het aantal repetities moet je hier doen. Het moet allemaal wel betaald worden. Jeetje, minimaal. Hoe kan je, ja, dan ben je een commerciële man. Ja. Dus dat kwam goed uit, zeg maar, voor jouw droom. Anders had het niet gekund. Anders krijg je het gewoon niet voor elkaar. En dan niet alleen hier staan dan stoelen, maar de stoelen staan ook hier. Geplaatst allemaal. Dan moet je maar eens kijken hoe groot het is, joh. Ja. Maar de kerk, dit gebouw ademt tijdloosheid uit. Hè? Dus de tijd heeft hier stilgestaan. Rust. Vroeger hadden mensen nog rust en tijd voor dingen. Namen ze tijd voor dingen. En met kerst neem ik met die muziek ook alle gejaagdheid bij mensen eruit. Alle gejaagdheid gaat eruit. Ja, muziek is net als met voetbal. En mijn moeder zegt altijd, kist op tv was hij, zegt ze dan. En dat is waar. Voetbal kun je op tv zien. Maar je beleeft het in het stadion. De passie en de beleving spatten daar vanaf. Het is met muziek hetzelfde. Tuurlijk kun je thuis lekker in de kamer genieten van muziek. Is heel mooi. Is heel, heel erg mooi. Allermooiste is toch de beleving met elkaar, met het publiek. Een live concert is toch het allermooiste. Ja, moet je meemaken. Kan ik ook niet uitleggen. FC Groningen, een commerciële man. Ik denk dat 90% van de Groningers zegt, huh? Ja, dat moet zo maar met de kerst ook. Dat doet, ja. Maar iemand die Gert wat beter kent, die weet hoe het werkt. Ja. En jij kent hem wat beter? Ik ken hem een heel klein beetje beter, omdat hij bestuurslid van de stichting is. Ja. 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 Daar zit jij natuurlijk ook in, hè? Dit is jullie liefde. Ja, dat heb ik al een paar keer in dit verhaal gezegd. Het is hartje Groningen. Dat moeten we koesteren met elkaar. Ben jij een stadje eigenlijk? Nee, ik ben geboren in de stad, maar ik ben opgegroeid in het dorpje Ezingen. In Ezingen? Ja, prachtig mooie dorpje. Ja. En wat ik al zei, mijn vader was organist in de kerk daar. Dus ik groeide op de orgelbank naast hem op, zeg ik wel eens. En is de liefde begonnen? Ja, in de plaatselijke muziekvereniging. Ik zat tussen mijn opa en mijn vader in. Dus zo ben ik in de fanfare en in de blaaswereld ben ik groot geworden, zeg maar. En al heel jong kwam ik met mijn zusje in het Nationaal Jeugdorkest. Jeugdkorps zeiden we vroeger. En toen wilde ik naar het conservatorium. Nou ja, de rest van het verhaal heb ik al een beetje verteld. Dus als jij in het stadion een spreekkoor hoort, dan denk jij aan iets heel anders? Nee, dat associeer ik niet met elkaar, Rob. Hé, maar dat is wel... Ik raak het even aan, omdat dat precies... Dat zijn eigenlijk twee totaal gescheiden werelden. Ja en nee. De gemeenschappelijke factor is dat je in beide gevallen met z'n allen een bepaalde beleving ondergaat. Als er een goal valt, vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Dat hebben we afgelopen zondag met de wedstrijd tegen Emmen kunnen zien. Hè? Emmen helemaal blij, wij allemaal verdrietig. Een paar minuten ervoor waren wij nog hartstikke blij, Emmen verdrietig. Toch? Ja. Zo ging het toch? Dat valt ook niet altijd in jouw voordeel uit. Dat kan. Hè? In de muziek is het een beetje hetzelfde. In de muziek onderga je ook... neem bijvoorbeeld de Matthäus Passion van Bach... wat ik gewoon het topstuk in de wereld vind. Waar je gewoon elk jaar gewoon naartoe moet gaan. Onderga je die gevoelens ook. Misschien niet zo extreem... als bij een wedstrijd waarbij bij een goal een enorme explosie is. Maar moet dat maar verdikken nou uitleggen. Je ondergaat wel met z'n allen een bepaald gevoel. Dat kan vreugde, verdriet zijn, kan van alles zijn. Waarbij ik wel vind... dat muziek wel de hoogste kunstvorm is. Niets komt daarbij in de buurt ook, vind ik. Het is ook heel erg universeel. Zo'n stuk, hè? Dat schrijf jij. En dat heeft lang geduurd, hè? Daar heb je een jaar aan geschreven. Ja. Maar dan schrijf jij dus die noten op. Ja. Dat betekent dus dat jij noot voor noot, die hoor jij in je hoofd. Ja. Dat is toch bizar eigenlijk, dat kan. Dat is componeren. Het begint ermee, dat je, als je een muziek zo schrijft, begint ermee, wat is het thema? Hoe groot moet het worden? Hè? Hoe lang moet het duren? Wat is de orkestbezetting? Doe je alleen een orkest of doe je een ensemble? Klein ensemble kan ook. Ik heb gekozen voor een grote blaasorkest met slagwerk. Met koor. En ik heb het stuk zo geschreven dat je het met of zonder solisten kan uitvoeren. Als je een compositie maakt, dan begin je eerst met de structuur. En natuurlijk heb je al voor een deel al wel in je hoofd door welke instrumenten je dat wil laten spelen. Maar instrumenteren doe je later pas.
Je maakt eerst de structuren. Kijk, op het consortium werd een vak gegeven, dat heette vormleer. Dat werd gegeven door Theo Jellema, ik vergeet het nooit weer. En in de vormleer gaat het erom dat je goed naam, dat je de structuur goed neer moet zetten. Hoe gaat de vorm eruit zien? En daarbij is van belang, als jij een stukje muziek schrijft van 4-5 minuten, als je een singeltje hebt, een popsingeltje, dat begint na 4-5 minuten te vervelen. En als die 10 minuten duurt, dan heb je hem al lang afgezet. Nou, hoe zorg je er nu voor dat een stuk van een uur ook een uur lang boeiend blijft? Dat mensen niet na 10 minuten al de poort uitlopen en zeggen, we hebben toch... Nou, daar moet je dus over nadenken. Dus ja, daar komen allemaal dingen bij kijken. Hoe je dat moet bouwen. Dus eerst de structuur en daarna ga je instrumenteren. Nou, dan moet je... Welke delen laat je door het koor zingen? Of niet? Daar moet je ook over nadenken. Dat doe je niet direct. Dat denk je gaandeweg het componeren over na. Ja, ik kan het heel moeilijk even in een minuut uitleggen. Dat zal wat wezen, dat komt. Nou, dat is, ja, nee, dat zal mooi zijn. Dat zal wat wezen. Ja, dat kon iedereen het wel, hè? LOE-cursus componeren. Ja, ja, ja. Hé, waar gaat het stuk over? Nou, de titel is Es ist ein Roos in Sprungen. Dat is het oudste West-Europese kerstlied. Er is een roos ontloken, hè? Dat kennen we. Hè? En dat is de titel. En het gaat over... Het is het kerstverhaal in een wat ander jasje. Ik heb het echt proberen te benaderen vanuit... Dan moet ik dat even uitleggen. Ik heb het echt proberen te benaderen vanuit... We beginnen even met het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden een onoverwinnelijk rijk. Van 500 voor tot 500 na Christus. En tijdens het hoogtepunt van het Rijk was Julius Caesar was aan de macht. En wat deden de Romeinen? Die gingen allerlei volkeren onderdrukken. En één daarvan was het volk Israël. En toen Jezus geboren werd, zag men dat als een bedreiging. Hij werd koning der Joden genoemd. En dat moest natuurlijk vernietigd worden. En dan niet door de Romeinen zozeer. Maar door koning Herodes, die zag, die toen koning was van de Joden, die zag dat als een bedreiging. En die machtswellust hoor je terug in het verhaal. En wordt in de muziek uitgebeeld. Dat wordt ook verteld. Dus een deel is het traditioneel kerstverhaal en een deel is een toepassing op het heden. Hoe wij daarmee omgaan. En dan zie je dat er in 2000 jaar eigenlijk in de wereld geen zak veranderd is erop. Het gaat nog steeds om dezelfde dingen. Het gaat om macht. Het gaat om geld, rijkdom, overheersing, onderdrukking. Dat zijn actuele thema's. En ik denk dat ergens in het diepst van de ziel mensen dat raakt. Je hoort dat terug in de muziek en mensen herkennen gewoon hele herkenbare dingen in de muziek. Ze zeggen, hé, dat ken ik nog van vroeger of wat dan ook. En ook als je het niet kent, doet het toch iets met je. Dat heb ik nu ervaren met al die concerten. Als ik bij elkaar optel, dan zijn er in al die concerten, als ik de concerten in Winsum met de bezuin even meetel, zijn er al wel, ik denk, een stuk of 6000 mensen op de concerten geweest. Nou, ik heb het niet allemaal zelf gedaan, moet ik eerlijk zijn. Ik heb het allemaal wel gecomponeerd, geschreven enzovoort. De koorteksten zijn geschreven door mijn zus, Janneke Kuiper. En dat was een helse klus om dat voor elkaar te krijgen, moet je zeggen. Want ik schreef maar raak. Ik schreef de muziek maar raak. En zij moest die teksten er maar bij schrijven. En dat moest ook allemaal kloppen en passen. En ik zou je vertellen dat het een klus is. En Janneke heeft het Gregoriaanse deel geschreven. Er zit een Gregoriaans deel in. Een bijzonder mooi deel. En dat heeft ze heel, heel knap gemaakt. Er zijn mensen die dat het allermooiste deel van het hele stuk vinden. Dus alle complimenten naar mijn zus die dat gemaakt heeft. En Henk Smit, tot slot nog even, en dan denk je wie is Henk Smit. Henk Smit is dirigent van muziekvereniging De Bezuin in Winsum. Henk heeft alles in de computer zitten invoeren. En die wil ik ook even niet onvermeld laten. Die heeft er ook een takkenwerk van gehad om... Dus alles wat ik ruw geschreven had, hè, dat moest in het systeem gezet worden. En even plat gezegd. En dat heeft Henk allemaal zitten doen, monnikenwerk. Nou ja, met z'n drieën hebben we dat gemaakt. En dan zijn er ook nog gesproken teksten. Jolande Tuma heeft de gesproken tekst geschreven en later is dat... Is de tekst wat aangepast door Jenny Baron. Die heeft uiteindelijk de tekst bij het laatste concert geschreven, zoals het hier in 2014 is uitgevoerd. Nou, dat zijn eigenlijk de mensen die met de hele compositie bezig zijn geweest, waarvan natuurlijk 99% leeuwendeel door mij zelf gedaan is. Maar goed, toch hebben we dat samen gedaan. Ik vind het ook mooi om hier te staan, joh. Geweldig. Na 2020 sta je er alweer. Ja, klopt. 2020 sta ik hier weer. 18 december 2020 gaat hij weer. Es ist ein Roos in Sprungen, het kerstoratorium. Voor koor en orkest hier in de Martinikerk in Groningen. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jullie ook.
Dankjewel voor het kijken.